Justitieminister Kenneth Amoxie is bezig met plannen om de integriteitspositie van de politie te bewaken. De bewindsman zei gisteren aan journalisten dat gewerkt wordt aan training van mensen die de overheid snel aan informatie kunnen helpen bij selectieprocedures. Kijk, je kan onderscheid maken tussen repressieve integriteitsaanpak. Dat is wanneer een politieambtenaar in de fout gaat. Dat je rechtelijk, strafrechtelijk kan afhandelen. Maar daarnaast heb je ook de preventieve benadering. Tenminste, sowieso een onderdeel daarvan. En dat je dan eigenlijk voorzorg neemt. Dat je zaken registreert, dat je mensen begeleidt, dat je mensen traint om de integriteit van de politie, van de politieorganisatie te bewaken. Dat je de mensen versterkt en op die manier te werk gaat. Kijk, wanneer je bijvoorbeeld nieuwe leden voor een afdeling zou moeten aanwerven of zoeken, dan zou je eigenlijk met een telefoontje zou je kunnen vragen van die persoon bijvoorbeeld, mag ik een integriteitsstatus ontvangen? De minister denkt aan een modern systeem om te achterhalen welke overtredingen iemand heeft begaan en makkelijk te weten als een kandidaat afgewezen moet worden of niet. Hij benadrukt dat zo beter kan worden gewerkt aan een gunstigere selectie van vooral politieambtenaren.